Iwan, een klein rekensommetje. Briefpapier, envelop, postzegeltje. Nou, alles bij elkaar. Wat kost dat? Een paar eurotjes max. Ja, max. Ja. En dan moet je echt mooi papier hebben. Ja, precies. Ja. Maar dan gaat het er meestal om op wat erin staat en wie het geschreven heeft. Hè? Want als ik dat doe of jij dat doet, dan is het niet veel geld waard. Maar Albert Einstein, die stuurde aan de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog een brief waarin hij waarschuwde dat de nazi's aan een krachtige bom werkten. En dat de Amerikanen maar beter haast konden maken. De opmaat naar, daar hebben we een film van gezien, hè, vorig jaar, Oppenheimer. Ja. Nou, die brief die er komt, die gaat bij veilinghuis Christie's onder de hamer. En die moet tussen de 4 en 6 miljoen dollar gaan opleveren. We gaan erover praten met Sophie Bremers van Christie's. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat schrijft hij nou precies? Hij schrijft daarover dat programma wat de Duitsers aan het ontwikkelen zijn. Ja, inderdaad. Wat je eigenlijk al zegt, dat ze dus bezig zijn om uranium te splitsen. Mm-hmm. En dat de kans heel groot is dat ze dan een atoombom kunnen ontwikkelen. En hij was natuurlijk als de dood, dat als die naties controle zouden krijgen over zo'n krachtige bom, dat dan de koers van de toekomst volledig zou veranderen. Dus hij drong er echt bij de Amerikaanse regering op aan om zelf een kernwapenprogramma te starten. Terwijl Einstein eigenlijk een pacifist was. Maar hij begreep gewoon hoe ongelooflijk gevaarlijk dit was. In de verkeerde handen. Duidelijk. Absoluut. Is die brief ooit op het bureau van Roosevelt geland of niet? Nou, de brief die wij gaan veilen vandaag, die niet. Mm-hmm. Maar het is, er zijn twee versies van de brief. Dus Einstein en een natuurkundige Szilard. Einstein heeft de brief gedicteerd aan Szilard in het Duits. En die heeft hem vertaald in het Engels. Dus er zijn twee versies. Ja. De versie die wij gaan veilen, dat is exact wat Einstein heeft gezegd in het Duits, daar de vertaling van. Juist. Alleen Szilard die heeft een net wat langere versie nog gemaakt bij de vertaling. Een tweede versie met 6 extra regels met wat extra details over het nucleaire onderzoek. En uiteindelijk heeft hij die beide brieven naar Einstein weer teruggestuurd om te laten ondertekenen. En hebben ze ervoor gekozen om de iets langere versie naar de president te sturen. Oké, maar je kan inderdaad. En dus de versie die hij dus uiteindelijk niet heeft gestuurd, die heeft Szilard zelf gehouden. Ja, en die wordt nu ter veiling aangeboden. En dat is degene die nu op de veiling komt. Ja, en is hij in goede staat, die brief? Staat hij nog steeds keurig netjes op niet vergeeld en noem maar op? Eigenlijk hele goede staat. Nou, wat je wel kan verwachten van een brief die 85 jaar oud is. Dus je ziet echt de niet gaatjes in de hoek zitten en een beetje een foutje rechtsboven van vastgehouden. Maar hij is verder echt zo helder. Schoon ongeveer als de dag dat Einstein hem heeft ondertekend. En de vorige eigenaar was geloof ik Paul Allen, hè, van de Microsoft. Ja, zeker. Hij heeft dus eigenlijk het test. Dus Szilard heeft hem als eerste gehad. Ja. Toen is hij naar Forbes gegaan. Die heeft hem in 86 bij ons, bij Christie's gekocht. De bekende uitgever. Ja. En in 2002 heeft Paul Allen hem bij ons gekocht, ook bij Christie's. Ja. En het is zijn veiling, dus het zit echt in de veiling van Paul Allen, het tweede deel dat we van hem veilen. En wat heeft hij betaald destijds? In 2002, dus 22 jaar geleden, heeft hij er ongeveer 2,1 miljoen voor betaald. Oké, en nu gaat hij tot 4 tot 6. Gaat dus over een goede investering geweest. Ja, nou, laten we het hopen. Ja. Maar het is ook wel echt een hele uitzonderlijke brief. Hoor. Ja, het is natuurlijk een ontzettend bedrag. Maar het is echt een ontzettend uitzonderlijke brief. Als je Google vraagt wat de belangrijkste brief van de 20e eeuw is, dan kom je bij deze brief uit. Toch, die komt als eerste. Het is inderdaad een brief. Het is een aanzet tot het Manhattan-project. Het Amerikaanse kernwapenprogramma wat destijds opgestart is. Ik refereerde er even aan, naar Oppenheimer. Ja. Ja, het was zeker de aanjager van dit project. Dus toen Roosevelt deze brief kreeg, heeft hij meteen gereageerd. En omdat hij het zo belangrijk vond. En heeft hij diezelfde dag nog opdracht gegeven om een commissie op te richten. Ja. Om uranium verder te onderzoeken. En een paar jaar later, in 1942, is dat dus uitgevloeid in het Manhattan Project. Ja, precies. Wanneer wordt hij geveld en waar precies, Sophie? Hij wordt in New York geveld bij Christie's. Ja, natuurlijk, dat hij wordt vanmiddag. Dus vanmiddag, oké. Houd het in de gaten, dan kan je het live volgen. Ja, dus je kan precies. Je kan eerst dat live volgen. Daarna kan je naar het debat gaan kijken tussen Trump en Harris. Dat is wel fijn, ja. Komt ook nog een brief van. Dankjewel. Sophie Bremers is van Veilinghuis Christie's.